Enkele technicians of monteurs van Newmont Gold Corp hebben vandaag een certificaat in ontvangst mogen nemen na het succesvol afronden van een basistechnician training. Dit trainingsprogramma is een samenwerking tussen Newmont, Caterpillar en Surmac. De training heeft als doel de monteurs in staat te stellen onderhoudswerkzaamheden te verrichten op het zwaar materieel van Newmont. De technicians van Newmont zijn in 4 maanden door de Surmac Education Center, SEC, getraind. Freek Bilkerdijk, Mining Division Manager, Surmac, zegt dat de monteurs getraind zijn om op het zwaar materieel te repareren en onderhouden. Hij legt uit dat de technician training een combinatieprogramma is en wordt verzorgd door zowel Surinaamse als buitenlandse trainers. Het is een combinatieprogramma waar ze online trainingen, wat wij noemen als instructor-led trainingen, met de instructeur dus, en in onze praktijkruimte, dus echt sleutelen. Dus het is een combinatieprogramma waar die 3 elementen naar voren in komen. En het zijn verschillende modules die iedere keer met een toets afgesloten worden. En het zijn toetsen op het ijzer zelf. En het zijn toetsen online die ze weer moeten doorlopen. We hebben Surinaamse trainers hier die we naar Caterpillar gestuurd hebben en daar opgeleid zijn. Onze trainers bij Surmac zijn ook gecertificeerd door Caterpillar. En omdat er nu zo'n grote vraag is, hebben we inderdaad ook een paar voor tijdelijk, voor wat trainingen, hebben we wat hulp van andere dealers in het buitenland ingeroepen. Maar het is, binnen het Surmac Education Centrum is het zeker onze doelstelling om met lokale monteurs, trainers te werken en die te laten certificeren door Caterpillar, zodat we gegarandeerd kwaliteitsniveau kunnen aanbieden. Patrick Poop, vertegenwoordiger van Newmont Suriname, zegt dat de technicians training belangrijk is voor de monteurs van de multinational. Hij haalt verder aan dat de opgedane kennis tijdens deze training voor zowel het land als het bedrijf voordelen heeft. It's very important for Newmont to have them trained. It's a highly skilled job that we have, a potentially dangerous job if they are not trained. So bringing them up to a level of understanding and appreciation of the dangers they work in, and also the skills level for the equipment, it's expensive. If we utilize that equipment well, through the skills that we train the people on, it's beneficial to the country, it's beneficial to Newmont, and it's beneficial, most importantly, to them as individuals. So very important for Newmont and something we're very proud to be able to do. Patrick Poop, vertegenwoordiger van Newmont Suriname, vanmorgen tijdens de certificaatuitreiking van de technician training aan monteurs van Newmont Gold Corp.